Goedemorgen vanaf het vliegveld hier in Las Vegas. We zijn zojuist aangekomen vanuit Europa of Nederland hier in Las Vegas. Nee, geintje natuurlijk. Ja. We hadden een olielampje dat begon te branden. Of hij gaf op het scherm een melding dat de filter vervangen moest worden. Dus we dachten van, we gaan toch maar eventjes naar Alamo hier. We zijn nu dichtbij. En het eerste wat ze zeggen is geen enkel probleem. Wissel de auto maar om. Dus we staan nu eventjes hier op het plein van Alamo hier in het parkeergarage te wachten op een andere auto. Dus prima. Oh, kijk. Nou, dat is dus mooi. Het is dezelfde auto, maar dan in een ander kleurtje. Dus we gaan weer inladen. Nou, dit wordt dus onze auto voor de rest van de reis. Voor nog anderhalve week, die we natuurlijk nog hebben. En ja, het is exact dezelfde auto, alleen een andere kleur. Dus wat dat betreft prima. Die zijn we wel gewend. Dus ja, kan gewoon inleveren. Vervangen. Ik had natuurlijk zelf niet direct met vervanging rekening gehouden. Ik denk misschien dat ze de meter eventjes wat verder moeten zetten of zo, of even een controle uitvoeren, maar het is gewoon direct een nieuwe auto. En ik heb de brandstoftank ook niet gevuld, omdat we dus geen rekening hadden gehouden met wisselen. Dus ik heb nog even gevraagd voor de zekerheid van wat doen we met de brandstoftank. En de persoon die de auto inlevert, zei van, maak je niet druk, komt goed, je krijgt een auto met een volle tank en ik zorg wel dat het vol komt. Dus just as easy. SED's. We zijn hier, want we hadden natuurlijk geen ontbijt zitten bij ons hotel. Dus direct vanuit het vliegveld zijn we naar de McDonald's gereden, hier dicht in de buurt. En het ontbijt is een beetje anders geworden dan we in eerste instantie in gedachten hadden. Maar het is eigenlijk ook al 12 uur. Dus nou ja, waarom nog niet? En we hebben vier gewone cheeseburgers. Dan had ik vanuit de McDonald's in Las Vegas had ik zo'n bonnetje, had ik een actiecode op en die heb ik ingevuld. Ik heb een quarter pounder en de tweede quarter pounder krijg je dan erbij. Dat heb ik ook gedaan en wat frietjes en wat drinken. Dus we starten onze dag vandaag. Dus we starten maar qua eten hier bij de McDonald's nog in Las Vegas. Juist de grens, ja, er is geen sprake van een grens natuurlijk, maar weer een staat overgegaan. Dus vanuit Nevada zijn we nu Utah binnengekomen. En we hebben nog zo'n, even kijken, een goed uur voordat we op onze volgende plek zijn. Dus van ons volgende hotel, dat is in Hurricane. De plaats is in Utah en vanaf daar kunnen we dus morgen ook naar Zion National Park. Maar we zijn dus nu de grens, voor wat het een grens is, gepasseerd van Nevada naar Utah. Ik zeg het zojuist helemaal verkeerd, want het is de grens van Nevada naar Arizona. Snap ik eerlijk gezegd niet, maar volgens mij is het maar een heel klein stukje Arizona wat we meepakken. En dan komen we straks al in Utah. Maar ik zei dus Utah, maar we zitten inmiddels in Arizona. Terwijl we hier een heel klein stukje moeten file rijden. Volgens mij heeft het te maken met wat werkzaamheden. Bereiken we hier de temperatuur op dit moment van 116 Fahrenheit. Dat is warmer dan dat wij in Death Valley hebben gehad. Ik weet niet precies hoeveel het is, maar dat zien we later wel. Het was 113.
45 zei jij toch? Nee. Oh. Ja, dat kon ook wel zwaar zijn, ja. Ik dacht dat jij dat zei. Maar... Nou, in ieder geval nu 116 Fahrenheit op de klok. En het is hier behoorlijk rotsig allemaal aan het worden. Er stond ook dat dit een gebied is met 11 mijl door de bergen. Veel bochten. En volgens de 117 is het inmiddels. En volgens de kaart was er een ongeval gebeurd. Maar... Ja, nou ja, je ziet het hier wel staan. Ja, maar dat geeft hij ook een keer. Ja, ik weet niet of dat echt zo is. Nee. Dat idee heb ik niet. Dus 117 inmiddels. En als hij nog verder oploopt, dan laat ik het zo weer zien. Nu kan ik het wel zeggen, in tegenstelling dat ik het net zei. Nu gaan we vanuit Arizona, komen we hier Utah binnen. En Utah is dus ook de staat waar onze volgende bestemming zich bevindt. Het plaatsje Hurricane. En die zit op dit moment nog op een afstand van 25 mijl, 28 minuten. Dus dat valt reuze mee. Wat je heel goed ziet is dat de bergen zich langzaam veranderen in een beetje rood gesteente. Ten opzichte van het wat meer gelere Nevada. Je kunt het hier wel mooi zien, zo aan de rechterkant. Nog een beetje aan de gelige kant. En als je dan voor je kijkt, dan wordt het wat donkerder qua kleur. Ik hoop dat het op de camera ook een beetje eruit komt. Dat kan ik zo niet zien. Maar we zijn dus in onze volgende staat. We zijn hier inmiddels aangekomen in Hurricane. We plaatsen hier heel dicht bij Zion National Park. We zijn net ingecheckt. Ging ook weer super soepel. Nog geen 5 minuten. Het ziet er weer heel erg decent, zoals ze dat hier noemen. Gewoon netjes, schoon, fatsoenlijke kamer. Hartstikke rustig, valt me op. Maar goed, dat kan natuurlijk nog komen. Ik denk dat het echt zo'n hotel is voor mensen die doorgaan. Dus een roadtrip hotel. En ik zal eens eventjes iets laten zien van de kamer die wij hebben. Het is kamer nummer 217. De rest hier is al op de kamer. Waarschijnlijk zijn ze het internet al aan het installeren en zo. Dus dat is altijd het eerste wat ze doen. Super belangrijk, hè? Internet. Contact houden met de buitenwereld. En we gaan eens eventjes kijken hoe deze kamer eruit ziet. Kamer nummer 217 van het Roadway Inn Hotel hier in Hurricane. Een groot tweepersoonsbed. Sanne die mij de deur netjes even opendeed. Dank je. Ik moet niet zeggen. Het tweede grote bed hier. Er zit een magnetronnetje in. Een koffiezetapparaat zie ik. Denk geen koelkast. Jawel, helemaal in de hoek. Oh, toch wel? Ja. Oké. Okay. Nou, omdat die meneer direct zei van de ijsmachine zit daar en daar. Maar ook een koelkast, ideaal. Dan komen we hier bij de wasbak. Kevin, die op bed zit. Hier de badkamer. Inclusief toilet. Het ziet er weer netjes uit. Ik heb zojuist de koelbox weer leeggehaald. Dus alle drinken en alle minder houdbare producten heb ik weer in de koelkast neergezet. En dan zal ik de koelbox, die ga ik eventjes leeggooien. Nou, dat kun je echt niet zonder. Ik moet eerlijk zeggen dat die fantastisch werkt. Want dit is toch van 3 of 4 uur geleden. Hij zit nog helemaal vol met ijs. Gewoon wat ijs hadden we zelf gemaakt in Las Vegas. Dat gaat dus minimaal uren gaat dat mee. Dus alles wat nu de koelkast in gaat is hartstikke koud nog. Dus echt zo'n koelbox is fantastisch voor onderweg. Gekocht bij de Walmart. Ik geloof dat die $15 was. Dus dat is echt ideaal. Inmiddels is het een half uurtje nadat we hier ingecheckt zijn.
En aangezien het hier super heet is en natuurlijk ook wel heel erg lekker, zijn we direct hier naar het zwembad heen gegaan. Het is een heel klein zwembadje wat bij het hotel zit, maar er is verder helemaal niemand. Dus dat is weer een privé zwembad, zoals we dat wel eens vaker hebben gehad bij een zwembad. Of vrijwel een privé zwembad. Zoals ik zeg, het is dus een klein zwembad, maar om ons een klein beetje af te koelen hier van de Utah-warmte, van de hurricane-warmte, zoals dit plaatsje heet, gaan we ons dus lekker eventjes hier vermaken in het zwembad. Zijn we weer teruggelopen hier naar ons hotel. We hebben ons allemaal eventjes lekker opgefrist. En wij gaan hier in de buurt een restaurantje zoeken om even wat te gaan eten. En wat we gezien hebben, en wat toch altijd wel een van onze favoriete restaurants is, vanuit Florida natuurlijk, is Applebee's. Zit op ongeveer een kwartiertje afstand rijden in het plaatsje St. George. We zijn nu in Hurricane. Maar goed, we hebben gezien dat hier in de buurt niet zo heel veel zit behalve fastfood. Dus wij rijden straks naar St. George en dan gaan we kijken bij Applebee's. Heel misschien nog wat anders daar in de buurt, omdat daar meerdere restaurants zitten. Maar vooralsnog lijkt het op Applebee's uit te draaien. En vanaf hier nog eventjes een blik op onze bolide die ons het tweede gedeelte van de vakantie gaat brengen. Naar alle mooie plaatsen die we geboekt hebben. We zijn inmiddels gearriveerd hier bij Applebee's Neighborhood Grill and Bar. Kom weer! Altijd blijft, vast. Ja, blijft toch altijd inderdaad voor ons. Altijd een goede keus. En elke vakantie gaan we er wel één keertje heen. Zeker weten. Dus nog nooit teleurgesteld, dus het zal vast goed komen. Het ruikt in ieder geval heel goed. Inderdaad. Ja, papa wil die. Ik neem die wurplets. Ja? Ja. Wij hebben inmiddels ons eten ontvangen en dit is zoals van mij eruit ziet. En Marloes die neemt ook wel iets van. Dat is de kip met de shrimps en ja, gebakken aardappels een beetje. Sanne zijn de wurplets met frietjes. Dat heeft Kevin ook. En zo zitten we overigens hier. Goeie saus. En Marloes heeft de biefstuk, frietjes, broccoli. Altijd goed. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Omdat we morgen naar Zion National Park heen gaan en natuurlijk een hike gaan lopen. We hebben nog wel wat water, maar moeten we toch een beetje extra water hebben. En dus gaan we vanuit het restaurant nog heel eventjes bij de Walmart hier. Dicht bij ons hotel hier in Hurricane. En gaan we nog eventjes, en wat snacks natuurlijk hebben we ook nodig. Dat wordt wel geadviseerd. Snacks en genoeg water. Maar dit zijn de 6, hè? 6. Dat is wel... Er zit 700 milliliter in. Dus 4 liter water. Nou, daar komen we een heel eind op. Ja, toch? Ja, en, dan komen we en daarnaast hebben we de frosted cookies. Maar die zijn volgens mij niet om mee te nemen. Nee, morgen. Maar dit lijkt ons wel handig. Dit zijn 20 van die... Ja, bars, ja, chocola, nootjes. We hebben in ieder geval iets om meer te nemen morgen als we de zaaien ingaan. Dus dit is wel, wel handig. Ja, ik denk dat we toch nog heel even naar de broodjes voorlopen. Als we terugkomen bij de auto, dat we een broodje kunnen pakken. Is dat een verstandig iets? Iets wat wel warm kan worden? Ja, zeker. Lijkt me heel verstandig. Ja? Kijk, daar komt hij aan. De stuntpiloot. Ja, ik loop niet meer achter jou, hoor, want je rijdt me straks ondersteboven. We zijn inmiddels hier weer terug aangekomen in ons hotel. We hebben vaste kleding die we morgen aan gaan doen als we Zion National Park ingaan al klaargelegd. Want de bedoeling is om hier op tijd weg te gaan. En
op dit moment zitten we nog eventjes rustig hier ons een beetje voor te bereiden, totdat we straks gaan slapen. Onze bedoeling is om vandaag op tijd naar bed heen te gaan, omdat we morgen dus op tijd eruit gaan. En dus naar Zion National Park heen gaan. Vind je dit nou een leuke video en wil je op de hoogte blijven van onze video's? Abonneer je dan ook eventjes, dan krijg je altijd een update van onze andere video's hier in het westen van de Verenigde Staten. Als je de video leuk vindt, even een duimpje omhoog. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende video.